En super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het aan de titel al misschien kunnen zien. Ik heb weer een Action Shoplog. Nou denk je misschien, komt deze shoplog niet een beetje snel op je vorige Action Shoplog? Klopt helemaal. Maar mijn vorige Action Shoplog was een click and collect shoplog. En dit keer ben ik fysiek de winkel in geweest. Ik laat je uiteraard in deze video ook mijn spulletjes zien die ik bij de Action heb gekocht. En ik vertel je mijn ervaring van het fysiek winkelen in de Action op afspraak. Dus mocht je nou benieuwd zijn wat mijn ervaring is om echt de winkel in te gaan op afspraak. En wat ik heb gekocht, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het fysiek winkelen in de Action. Je mag nu 20 minuten shoppen in de Action. Je maakt een afspraak door naar de website van de Action te gaan en dan kun je een afspraak maken. Je selecteert eventjes het filiaal waar je graag wilt gaan winkelen. Je kunt 3 dagen van tevoren een afspraak maken. Dus ik wilde op de donderdag gaan, dus ik heb op dinsdag kon ik mijn afspraak inplannen. Er was echt nog heel veel tijd over qua tijdstippen, zeg maar. Dus ik kon eigenlijk elk tijdstip die ik wilde, kon ik nog aanklikken. Dus dat was wel heel fijn. Dan klik je het tijdstip aan van jouw keuze. Daarna doe je eventjes je e-mailadres invullen en je naam en dan krijg je een bevestiging in je e-mail. Deze bevestiging die moet je wel meenemen naar de winkel, dus mocht je nou niet je e-mail hebben op je telefoon, zorg dan in ieder geval dat je een screenshot bij je hebt of eventueel print deze e-mail uit, zodat je kunt aantonen dat je daadwerkelijk een afspraak hebt. 5 minuten van tevoren moet je je melden bij de Action, dan kijken ze eventjes naar je reservering. En ik liet dat zien en daarna mocht ik eigenlijk een karretje pakken of een mandje en kon ik de winkel in. Je moet zelf wel de tijd in de gaten houden. Bij de Action waar ik was riepen ze wel om, als u nu 5 minuten heeft gewinkeld, heeft u nog zoveel minuten over. Dus het was niet iemand die fysiek met je meeloopt of dat je een timertje meekrijgt. Daar heb ik ook al verhalen van gehoord. Bij mij werd het gewoon omgeroepen in de winkel, dus... Ja, het was niet. Je moet het echt zelf wel een beetje in de gaten houden. Ik moet zeggen dat het best wel een ruime Action is waar ik ben geweest. En ik heb alle paden langs kunnen lopen. Dus wat dat betreft waren die 20 minuten eigenlijk wel voldoende tijd. Ik merk wel dat je niet echt tijd hebt om natuurlijk heel erg lang echt te snuffelen. Maar mijn ervaring was in ieder geval wel heel goed. Ik heb wel ook een lijstje gemaakt van tevoren. Sommige mensen doen het echt op chronologische volgorde van hoe de Action loopt. Nou ken ik de Action niet per definitie helemaal uit mijn hoofd. Dus ik heb wel een lijstje gemaakt, maar die liep wel een beetje door elkaar heen. Maar ja, zou je het op chronologische volgorde kunnen doen? Als je weet hoe je Action loopt, dan is dat natuurlijk nog beter. Alleen het probleem is dat de Action nog wel eens verandert. Dus mocht je de Action echt uit je hoofd kennen, op volgorde is dat natuurlijk top. Is het niet zo? Is het niet per definitie een heel groot probleem? Want dan zo heb ik het ervaren. En heb je eigenlijk best wel veel tijd om gewoon eventjes de Action door te gaan. Ik heb er heel erg van genoten. In ieder geval om weer even fysiek in de Action te zijn. Omdat je toch heel wat andere dingen ziet dan die op internet staan. Als je tijd om is, wordt er gewoon omgeroepen. Of er gaat een belletje dat je naar de kassa moet gaan. Hier moet je wel heel goed op letten. Want die kun je nog wel eens missen. Dat was in ieder geval even mijn shopervaring in de Action zelf. Dan is het nu tijd... om deze volle tas met inhoud te gaan laten zien. Deze tas heb ik dus ook gekocht, want ik had dus weer geen tas bij me. Maar ik begin gewoon met te laten zien. Ik zal de prijzen trouwens weer in beeld neerzetten, zoals je van mij gewend bent. Het eerste wat ik heb meegenomen is een nieuwe koekenpan. Ik had een nieuwe koekenpan nodig. Mijn koekenpan die was aan vervanging toe. Ik heb een... Deze kan trouwens op gas, elektriciteit en keramiek. Hij kan niet op inductie. En hij is ook niet voor de vaatwas. Nou heb ik die sowieso niet. Dit is een 28 centimeter pan. Hij is ook nog eco-friendly en een healthy cooking. Ik vond dit formaat prima, want ik braad er alleen vlees in. Dat is het enige wat ik in een pan maak. Dus ja, daar was ik wel heel blij mee. Want die van mij die was echt helemaal aan het einde van zijn latijn. Die heb ik best wel lang gehad. En ik vind een pan van de Action gewoon dikke prima. Dus dat is het eerste wat ik heb gekocht. En daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik een sportbroek gekocht en dat is deze, maar ik geloof dat die... Oh ja, hij zit goed. Ik had eigenlijk nog geen echt lange broek, zeg maar, voor het sporten. En ook al sport ik in huis, ik vind het wel fijn om gewoon kleding aan te hebben. Ik heb deze in de maat SM. Het is een Australian sportbroek. Het liefst had ik een XS S gehad, maar ik weet niet of die er was. En dit was ook de laatste.
Dus op zich, weet je, het is gewoon een grijze broek. Denk ik dat hij wel past. Bij XS zou het probleem kunnen zijn dat ik een beetje hoog water zou krijgen bij de enkels. Maar dat is op zich natuurlijk niet heel erg, want niemand die het ziet. Maar ik heb nu dus de SM, dus ik ben heel benieuwd of deze past. Ik denk qua lengte zal die prima zijn. En hier bovenaan wordt het eventjes een vraagje of dat hij niet te los zit. Maar in ieder geval eventjes een sportbroek. En daar ben ik ook wel heel erg blij mee, want dat wilde ik al heel graag hebben. En dan heb ik eventjes van deze stiften gekocht. En ik gebruik deze altijd om doosjes, de tekst op doosjes door te strepen. Dus op mijn medicijndoosjes staat altijd mijn naam. Nou, dat hoeven anderen helemaal niet te weten. Of als ik een verkeerde pakketje heb binnengekregen, streep ik mijn naam door en dan gaat het, in de pauwpapierbak. Het is een permanente marker van Edding en het is een multimateriaal voor verschillende materialen. Dus, even kijken hoor. Voor het permanent beschrijven van bijna alle materialen, zoals bijvoorbeeld papier, karton, metaal, glas en kunststof. Hij is watervast, snel drogend, reukarm en lichtbestendig en vrij vast. Je kunt hem ook navullen, dat wist ik niet. Maar in ieder geval even twee van deze markers, dan heb ik die in ieder geval ook weer binnen. Dan heb ik drie tooltjes gehaald. Het zijn embossing tools en dat zijn deze. Ik heb namelijk zo'n apparaat en het leek me nog wel leuk om daar een video over te maken. Dus mocht je benieuwd zijn wat je hiermee kan, kun je dat altijd even laten weten. Dan kan ik daar nog een video over maken. Maar deze is dus, dit is dus eigenlijk een extra setje voor dat apparaat wat ik dus heb. Je kunt met deze stift kun je schrijven en dan kun je dus de poeder eroverheen doen. En doordat je dat apparaat erop houdt, krijg je dus een heel erg leuk effect. Je ziet het hier op de achterkant. En dit zijn eigenlijk een beetje de navul tools. Ik heb, dit is de gouden variant die ik hier heb. Ik heb ook een zilveren variant meegenomen. En dan heb ik ook een zwarte. Ik dacht ook dat er nog andere kleuren waren. Die hadden ze bij de Action waar ik was niet. Maar deze wilde ik heel graag hebben. Dus ja, mocht je hier nou nog benieuwd naar zijn, laat het gewoon even weten in de comments. Want dan kan ik van het hele startpakket gewoon nog een video gaan maken. Dus misschien sowieso wel leuk. Maar ik wil natuurlijk wel weten of jullie daar geïnteresseerd in zijn. Dus allereerst even deze drie. Dan heb ik een kaars gekocht. Een roze kaars. En ik laat je zo zien waar die voor bestemd is. Maar je had eigenlijk best wel verschillende soorten kaarsen. Maar ik vond roze toch wel leuk. Ik heb ook wel het een en ander qua roze. En ze hadden best wel veel soorten kleur en kleuren. Maar ja, ik wilde gewoon zo'n kaars. En lekker een roze variant. En die wil ik dus in deze houder gaan zetten. Want kijk, hier kun je de kaars in doen. Dat zal nu. En dan heb je gewoon een kaarsenhouder. Dus ik heb een zilveren. Ik wilde eigenlijk heel graag een zwarte. Maar die hadden ze niet. Dus ik heb nu een zilveren. En er zit ook een zacht stofje op de onderkant. Zodat hij niet zo snel wegschuift. En het leek me wel leuk om dit of gewoon hier in de kamer neer te zetten. Ik heb gekozen voor eentje. Want ik dacht, ja, dat is wel voldoende. Mocht ik later denken, goh, ik zou er nog één bij willen hebben. Zou ik er altijd nog eens één bij kunnen halen. Maar voor nu vond ik deze wel leuk. Dus deze twee die horen gezellig bij elkaar. Dan heb ik ook weer even een sport BH meegenomen. En deze is van Kaiten. En hier zitten dan wel weer van die voorgevormde cups in. Ik heb een maatje M. Ik wilde het liefst een sport BH die bij de broek paste. Want ze hadden daar ook tops bij. Maar die hadden ze helaas niet in mijn maat. Die staat nog wel op mijn lijstje. Dus mocht ik hem later nog een keer tegenkomen, wil ik hem zeker nog hebben. Maar nu hadden ze hem niet helaas. Dus toen heb ik deze meegenomen. Ik vind deze echt heel erg fijn. En ik vind het ook wel fijn om wat meer sport BH's op voorraad te hebben. Want ja, je moet ze gewoon best wel regelmatig wassen. Dus dan heb ik in ieder geval weer eventjes lekker eentje erbij. Je zit gewoon zo lekker met sporten. Dus deze in ieder geval weer. Dan heb ik ook een prullenbakje meegenomen. Maar ik zal even op zoek gaan naar het onderkantje. Want die zit ergens onderin de tas. Ik heb hem al. Dat is gewoon zo'n prullenbakje. Ik zocht eigenlijk nog een prullenbakje. Want ja, het is ook gewoon handig voor je wattenschijfjes. Of ook nu ik zeg maar van die wasbare wattenschijfjes gebruik, dat je ze eigenlijk gewoon hierin kan doen. Dan weet je gewoon dat je ze moet wassen. Maar ik wilde heel graag een zwart hebben. De
echt een van de laatste keer dat ik bij de Action was. Dat was in december of zo. Hadden ze geen zwarte en ik wilde heel graag een zwarte hebben. Dus toen heb ik, die hadden ze nu gelukkig wel. Dus die heb ik in ieder geval meegenomen. Dat is ook altijd wel handig, gewoon zo'n klein prullenbakje. Dan heb ik ook nog een ink blending tool meegenomen met 3 petjes. En hiermee kun je dus inkt blenden. Het zag er gewoon heel erg leuk uit. Het was ook nieuw. En je ziet hier op de achterkant ook de pads zeg maar, die erin zitten. Dus hier kun je met inkt mee aan de gang. Dus met stempelen en zo. Het zag er gewoon heel erg leuk uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar dit product. En ik wil dit gaan testen. Er zitten 3 soorten mengsponsjes bij voor inkt. Met houder, dus ja, dit is dan de houder. Ze plakken met een klittenbandje, kun je ze erop plakken, zie ik al. Want hier aan de onderkant zit ook een klittenbandje. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar ook. Dan heb ik even een nagelborsteltje meegenomen. Ik merk dat ik best wel snel vieze nagels heb en dan wil ik ze schoonmaken. Dan denk ik, ik had ooit een nagelborsteltje, maar ik kan hem niet meer vinden. Dus ik heb nu maar eventjes weer eentje meegenomen. Ik denk, dan heb ik er gewoon weer eentje. En dan kan ik die gewoon weer lekker gaan gebruiken om mijn nagels te schrobben. Dus dat is deze. Ze hadden niet heel veel kleurkeuzes, dus ik heb gewoon voor deze grijze gekozen. Dan heb ik ook nog wat paasdingetjes. Ik heb hier allereerst paasplacemats. En ik vond het wel heel erg leuk, gewoon voor de Pasen. Nu we in deze corona zitten met lockdown en zo, vind ik het toch wel leuk om mijn huis wat leuker ook aan te kleden. Niet dat ik het normaal niet leuk vind, maar normaal ben ik niet iemand die met Pasen echt dingen neerzet. Maar ik wilde dat dit jaar heel graag doen. Ik dacht hoe leuk het is om het hiervan te eten met Pasen. En weet je, je kunt ze gewoon elk jaar weer hergebruiken, want je kunt ze gewoon afnemen met een doekje. Dus ik vond die wel heel erg leuk met zo'n kuikentje en van die paashaasjes. Ja, ik werd er wel blij van. Dus die heb ik ook even meegenomen. Dan heb ik 2 pillowcases, oftewel kussensloopjes. Ik wil deze als onderkussensloop gebruiken, want ik heb eigenlijk altijd bijpassende kussenslopen bij mijn dek met overtrek. Maar het is toch wel prettig om er een extra sloop onder te doen, anders gaat je kussens overkleuren. En ik heb deze waterproof pillowcases meegenomen. Oh, dit is heel erg dom. Er zit er maar eentje in, volgens mij, als ik het zo zie. Er staat 1 keer 60 keer 70 op. Dus ik weet nou niet of er hier 2 in zitten. Nou ja, op zich maakt het niet uit. Want weet je, ik gebruik toch maar 1 kussen omdat ik alleen ben. Dus dan zou ik wel later altijd nog eens eentje bij kunnen halen. Want het andere kussen wordt toch niet gebruikt. Die ligt er voor de sier. Maar dat had ik dus niet gezien. Dus dat zou wel een beetje dom zijn als er hier echt maar eentje in zit. Staat dat niet achterop? Ik ga even kijken hoor, of ik iets kan vinden wat ook in Nederland. Ja, zie je, het is een kussensloop met PU-beschermlaag voor optimale hygiëne. Beschermt je kussen tegen vocht, stof en huismijt. Helpt allergieën te voorkomen, zacht en ademend. PU-laag zorgt voor een zacht isolerende laag zonder dat het knispert. Oké, nou het is er dus in ieder geval eentje. Dat had ik niet gezien. Daar had ik beter op moeten letten, maar zoals ik zei, het is niet heel erg. Dan heb ik ook nog eventjes weer gasaanstekertjes meegenomen. Ik wist dat ik deze een tijdje geleden had gekocht, maar ik kan ze toch nergens meer vinden in het huis. Ik heb overal gekeken en ik zie ze gewoon niet. Dus ik dacht, laat ik maar weer eventjes 2 nieuwe meenemen. Ik heb er laatst ook één bij de Lidl meegenomen. Die is eigenlijk meer voor kaarsen. En deze kun je natuurlijk ook voor kaarsen gebruiken. Je kunt hier natuurlijk van alles mee doen. Ik bedoel, je kunt hier ook sigaretten mee aansteken of kaarsen. Maar je kunt ook zeker gewoon je gas ermee aansteken. Daar wil ik ze voor gebruiken. Je kunt ze ook nog navullen. Maar meestal gooi je ze gewoon weg en koop ik weer nieuwe. Dus die heb ik in ieder geval even meegenomen. Niet echt een heel bijzonder item. Maar heb je wel nodig in je leven. Dan heb ik ook lampen gekocht. En ik heb LED-lampen gekocht. Ik heb met dikke fitting gekocht. Dat zijn deze lampen. Zijn 2,5 watt. De E27. Het is warm white licht. En als het goed is zijn deze ook wat energiezuiniger. En
Ja, ik hoop dat deze wat langer meegaan, want normale lampen die knappen gewoon continu bij mij. Zoals de lampen bij mij in de keuken, die knapt echt zo vaak. En ik had eigenlijk bijna geen lampen meer, ik was weer door mijn voorraadje heen. Dus ik heb nu deze gekocht om te kijken of dit wat langer meegaat. Dit is Energie A+, dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. En daar heb ik er dus 4 van. Die. Ik heb gewoon allemaal dezelfde meegenomen. En dan heb ik er dus nog eentje. En die is hier. Dus dat zijn in ieder geval deze lampen. Dan heb ik ook nog andere lampjes meegenomen. En dat zijn deze. Dit zijn zijn eigenlijk lampjes voor de oven. Maar ik heb deze nodig voor in mijn zoutlamp. Ik heb zo'n zoutlamp, maar dat lampje knapt elke keer. Nou weet ik alleen niet of dit de goede zijn. Want dit was de enige lampjes die ze hadden. En mijn moeder had het over een koelkastlampje, maar die zag ik niet. Dus deze zag ik wel, dus ik heb deze meegenomen. Ze zijn ook super low budget hoor. Kijk, mochten ze niet goed zijn, je mag het altijd ruilen, hè. Maar dat is wel pas als de Action weer volledig open is. Je kunt op dit moment niet bij de Action terecht om te ruilen. Daar heb ik er ook een aantal van meegenomen, dus ik ga ze eventjes opzoeken. Ik vind het allemaal zo lekker door elkaar ook, hè. Dat is nummer 2. En nummer 3. En nummer 4. Nou vraag je misschien af, waarom koop je er gelijk 4 als je niet eens weet of ze goed zijn? Ik denk haast dat ze passen, maar kijk, zometeen neem ik ze niet mee. En zijn het wel de goede? En dan kom ik er voorlopig weer niet. En die gaat weer snel kapot. Dan heb ik in ieder geval een voorraadje lampen. Dus dan ga ik straks gelijk maar eens even naar kijken of dat die goed is. Dan heb ik nog een basic item meegenomen en dat is de Dove Refreshing. Dit is de body wash met de komkommer en green tea. Die vind ik altijd super lekker. Die gebruik ik ook al heel erg lang. Dus die heb ik ook weer even meegenomen. Wat me nu opvalt is dat er nu een sticker op zit op de achterkant. Dat is altijd het verschil bij de Action. Hier zit trouwens 250 ml in. En ja, deze producten zijn zoveel goedkoper bij de Action als bij de lokale drogisterij. Dus weet je, ja, als het scheelt kun je dat beter doen. Maar die gebruik ik al heel lang. Die vind ik gewoon heel lekker. Kijk hoor wat we dan nog meer hebben. Nou ja, nog weer even zo'n basic items. Dat zijn de Ilt sokken. Die had ik ook al bij de Click & Collect bestelling besteld. Die waren toen op. Nu hadden ze ze weer. Ik heb weer even een verpakking meegenomen. Dus die ga ik binnenkort ook weer even lekker gebruiken. En daarna hoeft het toch weer 3 maanden niet. En ja, we weten toch niet hoe we er over 3 maanden voor staan. Maar die vind ik gewoon echt ideaal. Dus dat is ook altijd wel eentje die wil je meegaat zodra ik bij de Action kom. Dus die. Dan heb ik nog deze garlanden gekocht. Het is een slinger voor paas. Die moet je zelf in elkaar zetten. Dus het lijkt me nog wel een leuke klusje. Dat ga ik van de week eventjes doen. En het is eigenlijk een do-it-yourself projectje. En dan kun je dus gewoon zelf een paasslingertje maken. En dat leek me gewoon heel erg leuk om nog even iets extra's aan paas te hebben. Ik was op zoek naar een zo'n tak voor de Pasen. Maar ik wilde een nep hebben. Die hadden ze helaas niet bij de Action. En ik was alweer te laat. Want ze waren natuurlijk overal weer uitverkocht. En echte is gewoon niks voor mij met katten. Dus ik denk nou dat je dit ook wel leuk kunt hebben. Paasslingertje. Dus die ga ik van de week ook eens even lekker in elkaar zetten. Even kijken hoor. Dan heb ik ook weer 2 navullingen gekocht voor mijn luchtverfrisser. Ik heb zo'n luchtverfrisser in de kamer staan. Ze hadden helaas niet heel veel keuze, want er was best wel veel op. Dus ik heb maar de Glazed Apple. Dit is met, ja hoor, gaat er lekker bij liggen. Apple candy, cinnamon en frozen raspberry. En deze, hier zit zeg maar zo, deze stop je in zo'n machine. En dan zet je het knopje om en dan gaat hij gewoon om de zoveel tijd sprayen. Ik had er nu nog eentje staan en deze die erin zit is bijna leeg en ze gaan gewoon best wel hard. Bij de Action zijn deze gewoon het goedkoopste. Dit is trouwens een special black edition. Dus die. En ik heb er dan nog eentje en dit is de spicy ginger. En hier zit fresh sliced lime, lemon en sweet ginger in. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze geuren. Dus die heb ik in ieder geval ook weer eventjes meegenomen. Dan hebben we die ook weer op voorraad. Dan was ik bij de make-up op zoek naar het nieuwe oogschaduwpaletten. Maar die hadden ze helaas niet. Die was fout gegaan bij de bestelling van Click & Collect. Wat ik wel tegenkwam waren liquid lipsticks.
En die heb ik meegenomen. En ik heb hier allereerst de kleur 364 in Love. Deze zijn van Max & More. Deze hebben ze nog niet zo heel erg lang. En ik ben dol op liquid lipsticks. Je maakt me niet blijer hiermee. Dus die heb ik lekker meegenomen. Dus dat is deze kleur. Dan heb ik de blush meegenomen. Dat is de 336. Ook een mooi roze kleurtje. En dan heb ik nog de 352 Shy meegenomen. Het is een beetje nude, ja, roze nude-achtig. Ik kan het op de verpakking niet helemaal goed aflezen, maar ze zien er heel goed uit. Doen ze nog beloftes. Een vloeibare lipstick met een matte finish geeft je lippen een gepigmenteerde matte finish. Er staat niet bij of ze lang blijven zitten. Dat ga ik gewoon testen. Hier ga je nog wel een review van zien op mijn blog. Ze staan wel compleet vegan. Dat is misschien wel leuk om te weten voor mensen die daarvan houden. En dan ben ik toe aan de laatste items. En dat zijn Fine Tweed Markers. En dat zijn deze. En dit is een extra fijne lijn en een brush. Dus ik heb hier allereerst de groene variant. Dit is inkt op alcoholbasis, professionele kwaliteit. En horizontaal moet je ze bewaren, dus je moet ze wel neerzetten. Hier zitten dus 10 kleurtjes in. Dus dit is de groene. Dan heb ik ook een blauwe variant. Ook wel heel erg leuk. Een roze variant. En een gele variant. Ik weet niet of dit alle kleuren waren, maar dit waren de kleuren die ze hadden bij de Action waar ik was. Dus deze heb ik ook meegenomen. Hier ga ik gewoon weer lekker mee spelen met creatieve gebeuren. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, en dan die tas had ik nog meegenomen, maar dat had ik al laten zien. Dus genoeg spullen weer, zou ik zo zeggen. Dan waren dit alle spulletjes die ik dit keer bij de Action heb gescoord. Het was echt heerlijk om weer eventjes daar binnen te zijn en te snuffelen. Ik ben heel erg blij met mijn aankoopjes. Ik ga straks ook alles lekker opruimen, want ja, als zo'n tas er dan staat en je wil er nog graag een video van opnemen, wil je het ook een beetje snel doen, zodat je de producten lekker kan gaan gebruiken. Dus ik ben heel erg blij met de aankoopjes. Ik ben wel benieuwd of jij een item tussen vond zitten die er echt uitsprong. Waarvan je denkt, goh, daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Of het is iets wat ik ook wel vaak bij de Action meeneem. Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik ben ook wel benieuwd of je zelf al bij de Action bent geweest. Of dat je fysiek bent gaan shoppen. Of dat je misschien ook click and collect hebt gedaan. En dan ben ik ook wel heel erg benieuwd of jouw ervaring ook zo positief was als die van mij. Laat het dan zeker even weten. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en als je die aanklikt, ben je gratis geabonneerd. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Dus hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, zou ik het leuk vinden als je ook een duimpje omhoog deed. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!